Uiteraard zijn wij bijzonder tevreden en gelukkig dat de ronde vandaag door Lierde passeert. Het is een werk geweest van een aantal jaar, want Lierde was zo in de Vlaamse Ardennen een beetje het enige dorp waar de ronde niet langs kwam. En aangezien wij toch een wielerminnende gemeente zijn, hielden wij er toch aan om die poging te ondernemen. En ik ben zeer gelukkig dat we daar vandaag in geslaagd zijn. Vlaanderens mooiste door Lierde krijgen, daar zijn we in geslaagd. En wat we hopen uit de grond van ons hart eigenlijk, is dat we Lierde door die manifestatie, die heel wat energie gekost heeft, dat we Lierde een stuk op de wereldkaart kunnen zetten. Zestig jaar geleden slaagde een Lierdenaar erin om een Ronde van Vlaanderen te winnen. Niet in die proporties die dat vandaag inhoudt. Het was veel bescheidener. Maar toch, het sierde toen al de vreters van de kasseien tot eer dat zij zo een klassieker op hun naam konden schrijven. Hans de Week is heel stresserend geweest, alle voorbereidingen. En nu, als alles in veilige paden verloopt, is het een ontlading. Hè. We gaan er verdorie een goede pint op drinken, hoor. Het is hier nog lang niet gedaan. Ik denk het niet, want er is nog een retrobal naar aanleiding van Mille Fenjaard. En we gaan nog even op de dansvloer, ja.